Dennis, in de jaren 70 werd het gebruik van zwart-wit als een soort van expressiemiddel toch in de auteursstrip steeds belangrijker. Hè? Denk aan Tardy, Munoz, Prat, maar ook natuurlijk ook bij Comes. Hoe kijk jij tegenover Comes en binaire oeuvre? Ik vind dat fantastisch en het was heel bevrijdend om dat eigenlijk te ontdekken. Ik heb dat niet zo lang geleden ontdekt. Het is niet zo bekend werk bij de Nederlandstaligen. Maar wat ik vooral echt mooi vind, is het gebruik van die grote vlakken, zwart. Hoe hij met zo weinig middelen, met gewoon Oost-Indische inkt en papier, zoveel effect kan bereiken. Ik kom zelf uit een generatie die geconfronteerd werd met kleurendruk. Dus eigenlijk mijn auteursgeneratie weet dat als je wil verkopen, je in kleur moet werken. Deze generatie, dat is een deel idealisme. Dat is een deel een reactie op het establishment. Het zelf willen uitgeven en om de kosten laag te houden, werd er in zwart-wit gewerkt. En ik denk dat al die auteurs hebben willen aantonen dat men gewoon met één toon ongelooflijk veel kan bereiken. Hoe moeilijk of makkelijk is het om deze techniek of dit materiaal, die Oost-Indische inkt, op papier, hoe moeilijk is dat om te gebruiken? In elk geval is dat iets waar je vlekken mee krijgt. Daar moet je heel goede vaste hand voor hebben. Daar moet je heel veel controle voor hebben. In het begin werd Comes ook nog met stift. Maar hij laat die stift achterwege omdat hij duidelijk de voorkeur geeft aan een mooi origineel. Dus als je ziet hoe op de originele platen het zwart is aangebracht, dan merk je ook hoe indringend hij bezig is met die zwarte vlakken. Er zitten nog heel veel details in van hoe hij de inkt op de pagina heeft neergezet. Wat Comes doet is het beeld extreem complex maken. Je hebt scènes met allemaal sneeuwvlokjes die bijna alles wegfilteren. Dus je ziet niet meer wat er gebeurt met de personages. Je krijgt een beeld en dat beeld wordt herhaald, maar elke keer op een andere manier. Zo reis je mee met het personage, maar zo voel je ook een zekere spanning, een opbouw naar een conclusie toe. En tegelijkertijd laat hij daarin genoeg plaats om zelf tussen die verschillende ritmes ook nog jouw eigen leesritme toe te voegen. Dennis, iets anders. Dus je hebt het zwart-wit, maar je hebt natuurlijk ook het gebruik van stilte in zijn werk. Niet toevallig is deze tentoonstelling, zit dat woord daar ook daarin. De personages zelf zeggen heel weinig of zijn niet bijster goed van de tongriem gesneden. Maar hij gebruikt ook heel vaak stiltes als lange passages in zijn oeuvre. Hoe moeilijk of makkelijk is dat om als auteur dat in je werk te verwerken? Stelt dat specifieke uitdagingen? Als Comes dat doet, dan voel je die innerlijke reis daarin bovenkomen. Je reist mee met het personage, hij geeft je rust tijdens het lezen. Maar er is meer dan dat. Het gaat echt om de innerlijke wereld die wordt blootgelegd. En stilte kan dat doen, maar het kan ook een uiterlijke wereld blootleggen. Stilte maakt de dingen eenvoudiger. En het beperkt de communicatie. En door die beperkte, vereenvoudigde communicatie kan je veel sneller tot een heel evident doel komen. Uw laatste vraag voor jou. We zitten hier in een adembenemende tentoonstelling, mag ik wel stellen, denk ik. Als auteur, hoe kijk jij naar die originele platen? Hè? Want normaal gesproken krijg je die zelden of nooit te zien. Leer je daar iets van? Of hoe kijk je daarnaar? Ja, ik leer daarvan om de eenvoud van het tekenen te appreciëren. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik vind het echt een fantastische tentoonstelling. Het moeilijke van zijn werk ligt natuurlijk in de sequentie van de beelden, in het ritme, in de atmosfeer die hij schept. Hij is daar echt een meester in. Dus dat is iets wat ik zelf heel graag zou willen bereiken op een dag. Dankjewel, Dennis. En succes met de zoektocht naar de origines. Dankjewel.